Hallo allemaal, welkom op Pasen nog wel bij Klassenwerk. Maar we gaan het helemaal niet over Pasen hebben in deze uitzending. We gaan het over heel iets anders hebben. Het is trouwens de op één na laatste voor de zomervakantie. Dus het wordt knap spannend. Die school uit Valkenswaard staat nog steeds aan kop met 52 punten. Maar wie weet verandert dat in deze, want we hebben denk ik twee hele goeie. Om te beginnen de basisschool Meulenveld uit Horst. Zitten allemaal te lachen, maar jij kijkt een beetje sip. Niet echt toch, hè? Nee. Beetje zenuwachtig al. Ja. Hoe heet je? Marleen Koppers. Laat je mascotte eens even zien, wat een leuk hondje. Hoe heet die? Nee, die heet niet. Die heet niet? Hoe kan dat nou? Een hond zonder naam. Oh, er valt wat af ook. Moet hij even een naam hebben? Waarom heeft hij geen naam? Ik weet niet. Nee? Noem hem maar Klassenwerk. Ja? Goed zo. En daar zit de Sint-Bernardus-school uit Keienborg. Heeft hij ook geen naam? Dat weet ik niet, is van niemand anders. Van wie is hij? Pollo. Pollo, nou dan weten we dat nu. Ja, ik hou van beesten die een naam hebben hoor, wat is dat nou? Waar gaan we het over hebben in Klassenwerk? Het thema is iets waar we dagelijks mee te maken hebben. Vandaag misschien een beetje minder dan anders, omdat het een beetje stiller op straat is dan door de week. Met veilig verkeer. Behalve in popwerk, want muziek ja, heeft ook wel een beetje met het verkeer te maken. In de auto heb je meestal ook muziek aan. Maar verder, de liedjes gaan er niet over. En ik ga er niet lang over praten, want ieder woord wat ik zeg is te veel. Want hij is zo populair bij jullie. Ik denk dat ik zijn naam niet eens helemaal uit kan spreken. Want bij de voornaam begint het gejuich al. Wedden? Georgie? Ja. Davis! Take you on a trip to fancy islands, where we spend the days completely on our own. Cause tonight we'll live in this world of silence. Makes it very hard to be alone. What a day to leave the past behind. The day to leave the past behind. Follow me to a place they will find, where the two of us cannot be seen. Has ever been.
Enthousiasme genoeg, hè? Ja. Fantastisch, joh. Hey, ik zei dat daarnet, dat je zo populair bent. En dat ben je ook. Maar hoe populair ben je nou eigenlijk? Nou, redelijk, dacht ik al. Ja. Hoe merk je dat? Waar merk je dat aan? Behalve als je optreedt? Nou, gewoon het gejuich van kinderen. En ze zeggen dag als ze me zien, weet je. Hoi, Georgie. Nou, ze zeggen gewoon gedag terug. Ze zeggen alleen maar dag, verder niks? Nou, soms praten ze met me, dan praat ik gewoon terug. Ja. En brieven krijg je zeker? Ja, bro. 60 per dag. En die lees je allemaal? Nou, ik lees ze allemaal, ja. Maar ik beantwoord ze niet allemaal, want daar heb ik geen tijd voor. Alleen het lezen duurt al een paar uur. Je beantwoordt er wel een paar? Ja, soms wel. Welke? Ja, een leuke brief of zo, weet je. Ja, wat vind jij nou een leuke brief om te krijgen? Nou, ja. Met leuke gedichten of zo. Je krijgt gedichten ook? Ja, hoe? Ja. Nou, die plaatsen we dan in de fanclub, hè? In de fanclubblad. Je hebt de fanclub. Hoeveel leden? 500 al. Ken je die allemaal al? Heb je ze ontmoet? Nou, ik ken hem al heel veel, ja. Maar het loopt echt zo. Heb je er altijd van gedroomd om zo beroemd te worden? Nou, ik wilde vroeger altijd in de sport eigenlijk, hè. Maar daar kun je ook heel beroemd in worden. Ja, tuurlijk. Fysiotherapeut wilde je worden. Ja, inderdaad. Ja. En wil je dat later misschien toch nog wel? Want je blijft misschien niet altijd zingen. Nee, nu niet meer. Je wil altijd blijven zingen? Ja, voorlopig nog wel. Ja. Nou, voorlopig is niet altijd, hè. Nee. Eens even kijken wat ze van je weten. Ik denk dat ze alles van je weten. Horst, in welk televisieprogramma werd hij bekend? Zeg het maar. Uitstekend, 2 punten. Jij hem morgen. In dat televisieprogramma imiteerde hij iemand, doet hij nou niet meer. Wie deed hij toen? 2 punten. Ik zou nog 21 vragen kunnen stellen over je en die wisten ze waarschijnlijk ook allemaal. Hoe weten mensen alle dingen van jou? Staan er veel interviews met je in de kranten en de bladen? Ja, Popfoto, Muziek Express en televisie natuurlijk. Ja. Vind je televisie leuk? Ja, zeker. Voor het eerst dat je hier bent, hè? Ja, dat is waar. Ja. Keek je wel eens naar Klassenwerk? Ja. Dat moet ik wel zeggen. Nooit kunnen dromen dat je erin terecht zou komen, hè? Nee. En zelfs tweede is of zullen we hem wegsturen? Wil je nog een liedje van hem horen? Ja! Echt waar? Weet je het zeker? Begrijp jij dat nou? Ja, maak maar gekheid hoor. Blackstar! In the land of make-believe, the characters are brought to grief. But a friend in needs a friend indeed. It's been said long time ago, it applies to friend and foe. A bell like black stars are so hard to find. The creature with over the wings of light and glow in the darkest weather, coming down here out of the sky to tell the wrong from the right. The mystic glorious of change in times when you love weather, with his glowing power sword, his black star on your joy and good. He transforms from man to beast, but at night you feel at ease. He has always been misunderstood. Darkest weather, coming down here out of the
kijk in kunst en vliegwerk wat jullie van de verkeersregels en de verkeersborden weten. Heb je verkeersles op school? Ja, vorig jaar. Nou, dan kan het niet moeilijk zijn. Was je er goed in? Ik ben wel geslaagd. Nou, kijk eens aan. Moet je goed geweest zijn. Je rijdt ook op fiets allemaal, denk ik, hè? Ja. En dan let je ook op de borden. Ja. Dus je kent ze allemaal? Bijna. Bijna. Nou, we zullen eens even zien. Wat we nou willen, is dat twee van jullie per team, dan moet je zelf maar uitzoeken wie, degene die het beste kunnen autorijden, denk ik. Het is niet echt een auto natuurlijk, het is een soort fiets. Voor in het wagentje gaan zitten, jullie rijden. De twee anderen lopen erachter, daar staan een heleboel verkeersborden, kriskras door elkaar. En dan kom je tegen dit soort bordjes, ik zal ze even aanwijzen, hier staat bijvoorbeeld op inhaalverbord. Nou, zo gauw je dat bord ziet, moeten jullie snel het bord daar uitzoeken wat daarbij hoort en het erop plakken. En dan ga je weer door naar de volgende. Daar staat bijvoorbeeld verboden in te rijden. Dus daar moet het bord op komen wat daarvoor staat. En als je dan bij die bent, weet je trouwens wat deze betekent? Roep het eens even naar me. Ja, zeg het maar. Einde bebouwde kom. Heel goed. Nou, dat is voorlopig even einde kunst en vliegwerk voor de eerste keer. Daar, als je daar bent, mogen jullie stoppen tenminste. Misschien roep ik wel eerder stop. Het hangt er vanaf hoe snel het gaat. En één goede raad aan degene die het wagentje besturen en rijden. Ga niet al te snel, hè? Want ze moeten natuurlijk wel even kunnen kijken welk bord erop moet. Ja, begrepen? Nou, dan gaat de ploeg van die kant op. We zetten het wagentje even terug, zodat je allemaal op dezelfde afstand begint. Neem er in plaats. En juich ze eens even toe. Daar gaan we, ga je gang. Dat was even een beetje stagnatie aan die kant. Dus even kijken hoe het allemaal gegaan is. Versmalling vluchtstrook. Dat is goed. En dit is inhaalverbod. En dat is ook goed. Even kijken. Hebben jullie daar ook nog iets geplaatst? Doodlopende weg. Die is ook goed. Oh, die stond er al. Die tel je niet mee. Deze stond er ook al. Ik wou je nog meer punten geven. Dat kan niet. Dus jullie hebben er twee gekregen. Wat zeg je? Oh, er staan er ook nog vier. Oh, die zie ik helemaal over het hoofd. Als dat nou nog maar de vier goede zijn. Voetgangersoversteekplaats, die is goed. Niet linksaf, dat is een hele duidelijke. Parkeren verboden is ook goed. En die had ik al geteld. Dat is 1, 2, 3, 4, 5 hebben jullie er. Ja! Gaan we even aan deze kant kijken. De voetgangersoversteekplaats, die is goed. Of stond die er al? Zeg eens eerlijk. Nee. Nee, hè? Nee. Ik wou even kijken wat jullie zouden zeggen. En deze hebben jullie er ook op gedaan. Inhaalverbod. En verder ben je niet gekomen, helaas, hè? Was even wennen, maar de tweede keer gaat het vast beter. Dus jullie zijn tweede geworden. Dat betekent 3 punten voor Keijenborg en 5 voor Horst. Zo is het. We zijn toe aan gekkenwerk. En die moeten zo lang werken, die arme mensen. Die zien we pas aan het eind van het programma terug, dat we even moeten weten wie jullie zijn. Sander Winkelman. Claudia Loot Schilder. Gijs Takkenkamp. Chantal Manders. Bram Dierks. Bart Kramer. Zo, weten we dat tenminste. Wat moeten jullie nou gaan doen? We hebben daar net al die bekende en bestaande verkeersborden gezien. En zo af en toe komt er eens een nieuwe bij als er een nieuw verbod in het verkeer komt of een nieuwe regel. En dat willen we nu eigenlijk ook. We willen dat jullie zelf bedenkt wat er nou in het verkeer zou moeten. Als jij vindt, ik noem maar wat raars hoor, dat er een oversteekplaats voor honden moet komen. Of een plaats waar vogeltjes mogen vliegen. Of iets heel anders, het hoeft niet met dieren te maken te hebben hoor, ik noem zomaar wat voorbeelden. Dan gaan we proberen of dat erdoor komt bij de regering, dat zal wel niet hoor. Maar dan behoort daar dus een bord bij. Dus jullie moeten het bord gaan maken dat we ergens langs de weg zetten, wat ook iets betekent. Hè? Je moet straks uit kunnen leggen wat het betekent. Misschien wil je wel iets dat iemand op zijn hoofd over mag steken of zo. Hè? Dat moet je allemaal zelf bedenken, maar het moet op het bord te vinden zijn. Je hebt alle materialen ervoor, het hout om het op te maken. Allerlei kleuren, verf en potloden, kralen om het te versieren, gereedschap. Nou, het moet lukken, denk ik zo. Ja. He? Heb je al een idee wat je gaat maken? Ja. Wat dan? Dat zeg ik niet. Bedoel je?
Bedoel je dat ik wel een uur moet wachten tot ik het weet? Ja. En ik ben zo nieuwsgierig, dat valt niet met mij. Ik denk, anders horen jullie het. Weten jullie al wat je gaat maken? Ja. Zeg je zeker ook weer niet? Nee. Nou, zeg ik vanmiddag ook verder niks meer. Jawel hoor, ga je gang. Veel plezier. Moedig ze even aan, jongens. Ja. Zet u aan de eerste ronde van Meesterwerk. En wie gaan die spelen? Irma Gerard, 11 jaar. Lindsay Lankost, 11 jaar. Beetje hard praten dadelijk hoor, dat heel Nederland jullie antwoorden kan horen. Wat mag je niet op een woonerf? Spelen op de weg, 30 kilometer per uur rijden of auto's overal parkeren? Allebei drukken jullie 3 in, dat is auto's overal parkeren. Waar mag dat dan wel, denk je, op een woonerf, als het niet overal mag? Parkeerplaatsen. Ja, waar een P bij staat. Heel goed, allebei een punt. Een hectometer, hoeveel decimeter is dat? 1000, 10.000 of 100.000? Ik hoor de hersens kraken. Maar nu moet je eens gaan drukken. Een 1 en een 2. 3 is in ieder geval niet goed. Heb je ook niet ingedrukt. 2 is ook niet goed. 1 moet het zijn, een punt voor Horst. Nu even achter me kijken, daar komt de volgende vraag. 3 verschillende tekeningen. Op alle 3 van de tekeningen zie je een fiets. 1 van die 3 fietsen is helemaal goed. Is dat nou fiets nummer 1? Of is die helemaal goede fiets fiets nummer 2? Of is het fiets nummer 3? Nou moet je drukken, Nancy. Ja. Een 2 en een 3 ingedrukt. Nummer 1 heeft geen wit spatbord. En dat is dus niet goed. Nummer 3 heeft geen reflector. En dat is ook niet goed. Met andere woorden, nummer 2 is goed. Weer een punt voor Horst. En dit heeft even niet met veilig verkeer te maken. Wel met verkeer. Want als je er naartoe gaat, ga je ook over de weg. En over het water. Want ik wil weten, bij welke provincie behoort het eiland Vlieland? Is dat bij Noord-Holland, bij Friesland of bij Groningen? Allebei drukken ze 2 in en dat levert ze allebei een punt op. Heel goed. Ja. Friesland moet het zijn. Wat, jongens, is hogeschooldressuur? Is dat een studie aan de universiteit, een nummer aan de trapeze in het circus of het dresseren van paarden? Dresseren van paarden komt ook in het circus voor. En dat is goed. Allebei een punt. Nummer 3. Laatste vraag in deze ronde. Wat is de kleur kobalt? Is dat blauw, rood of groen? Een 1 en een 3. En een 1 moet het zijn. Het is blauw. Weer een punt voor Horst. Dus even naar de punten kijken. Horst heeft het prima gedaan. Trouwens, Keijenborg heeft het ook helemaal niet slecht gedaan hoor. Die scoort 3 punten, maar Horst scoort er maar liefst 6. Het maximum in deze ronde. We gaan kijken naar werk in uitvoering. In de volksmond het toneelstuk genoemd. Heel Nederland spreekt altijd na de uitzending over het toneelstuk in klassenwerk. Dat weer zo leuk of zo goed was. We hopen dat ze dat morgen dus ook zeggen. Want het thema was niet eenvoudig hoor, dat we deze keer hebben opgegeven. De gulden middenweg bewandelen. Want daar kun je alle kanten mee op. En wij zijn benieuwd welke kant jullie gekozen hebben. We gaan eerst kijken naar de versie van Horst. Zelfs als mannen tot waar ze hebben onderhand geleden. Mm-hmm. Ik heb een auto. Dit wordt te gek. Weten jullie wat? We vragen mijn moeder eens wat we eraan kunnen doen, zodat we wel ergens kunnen spelen. Ja, is dat goed. Hallo, mam. Hallo, mevrouw. Wat is er aan de hand? Mam, we kunnen nergens meer spelen. Eigenlijk alleen hier op de straat. Maar er wordt veel te hard gereden. Vooral door de buurman. Is het werkelijk zo erg als jullie zeggen? Ja hoor. Gaan jullie maar naar binnen spelen. Zal ik eens met die buurman gaan praten? Ja.
juffrouw, hoe gaat het ermee? Dank u, met mij is alles goed. Maar ik heb een klacht namens de kinderen uit de buurt. Welke klacht dan wel? De kinderen kunnen niet meer buiten spelen, sinds u met die auto rijdt. Oho, buurvrouw. De hele tijd worden ze bijna omvergereden. En vooral u heeft er een handje van om erg hard te rijden. Dat valt best mee, ik rijd nooit hard met 50. Trouwens, ik zou te goed door de straat moeten rijden. Hoe kom ik anders thuis? U kunt toch wel wat kalmer aandoen? Waarom zou ik kalmer aan moeten doen? Als de kinderen ergens anders gaan spelen, is er toch niks aan de hand? Weet u dan een plaats waar ze kunnen spelen? Dat is ons probleem toch niet? Ik ga naar de burgemeester toe en ik ga vragen of de straat afgesloten kan worden voor snel verkeer. Daar ben ik het niet mee eens. Ik ga wel mee, want hier wil ik een stokje voor steken. Dag burgemeester. Dag dames. Dag meneer. Waar kan ik u mee helpen? Burgemeester, ik heb een klacht. De kinderen kunnen niet meer rustig buiten spelen in de Meulenveldstraat. En andere speelgelegenheid is er niet in de buurt. Er zijn toch trottoirs waar ze op kunnen spelen? Die zijn veel te smal. Dat is een feit. Een ander feit is dat er veel te hard wordt gereden. Ik zie maar één uitweg. Afsluiten. Daar ben ik het niet mee eens. Ik moet gewoon met mijn auto bij mijn huis kunnen komen. Rustig, rustig. We vinden wel een oplossing. Burgemeester, dat is niet juist het probleem. Rijd hij maar rustig. Er zijn nog meer van die snelheidsmaniakken in de straat. Ik zie maar één uitweg. Afsluiten. De straat voor iedereen, niet alleen voor de kinderen. Ik denk dat jullie allebei wel gelijk hebben en ik kan jullie allebei ergens wel geloven. Daarom zal ik een oplossing moeten bedenken waarmee ik jullie beiden tevreden stel. Ik zal dus zogezegd de Gulden Middenweg moeten bewandelen. De Gulden Middenweg? Is die jou wel één? Jazeker. Ik maak van de Meulenveldstraat een woonerf. Dan kan er gespeeld worden en hoeft de straat niet afgesloten te worden. Burgemeester, dat vind ik een goed idee. Ja, ik ook. Ik vind het een goede oplossing. En wij ook. Welke twee platen hoor je hier door elkaar? Ja, als de muziek weg is, moet je het weten, hè? Ga jij het zeggen? Coke Warren met je mammy, The Promise You Make. En weet je nog van Winnie Nijman? Nee. Jij zegt weet je nog en zij zeggen Lotje. Wat moet het nou zijn? Lotje! Lotje! Nou, Lotje maar, hè, want dat is goed. Twee punten. Oh. Wie van jullie is de muziekexpert? Nou, Tony Eijk. En maak er wat moois van, jongen. Je hoort het, er zit al echte toeteraars in jouw klas. En dat is geen trompet, maar een cornet. Ja. Is ietsje groter dan trompet, hè? Kleiner. Kleiner? Ja. Ja. Even kijken of je het wist. Je zit in een muziekkorps? Ja, Sint-Jan. Sint-Jan. Denk je dat ze allemaal zitten te kijken naar je? Kom. Nou, kom op, doe je best. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4. Ik zie al glimlachen. De start was een klein beetje moeilijk, maar dat is ook begrijpelijk in zo'n studio. Dan moet je maar gelijk de toeter aan je mond zetten. Maar je hebt 7 punten verdiend. En ze hadden er al 2. Dat maakt een totaal van 9 punten voor Keijenborg in de muziek. De tweede ronde meesterwerk. Wie zit er daar? Sander Vieten uit Horst. Rogier van Tesseling.
Hoe oud zijn jullie, zeggen we er altijd even bij? 11 jaar. 12 jaar. Dat wint hij dus. Haal je nooit meer in. Eerste vraag. Welke gemeente heeft dit jaar de prijs gekregen van de Vereniging voor Veilig Verkeer als veiligste gemeente van Nederland? Was dat Nieuwegein, Nieuwkoop of Nieuweschans? Rogier zit te lachen terwijl hij het indrukt. Jij weet zeker dat het goed is? Ja. Die één? Waarom weet je dat zo zeker? Moet ik het echt zeggen? Ja? Dat hebben ze me verteld. Wie heeft je dat verteld? Oh jee. Daarboven ergens. Heb je geluk gehad, want ze wisten niet dat ik het zou vragen. Nee, dat kan gebeuren. Nou, je hebt er een punt mee gescoord, want het is goed. Ze dachten natuurlijk, het gaat over veilig verkeer. Dat is pas bekend geworden, dat zal hij wel vragen. Nou, dat vroeg ik dus ook. Hoeveel kwartjes zitten er in 45 gulden? 160, 162 of 180? Dat hebben ze je kennelijk niet verteld. Allebei drukken ze een 3 in, dus rekenen kunnen ze. Allebei een punt. Heel goed. Wat, jongens, hoort in het volgende rijtje niet thuis? Buitenspel, enkelspel of handsbal? Eén van de drie hoort er niet bij. Allebei drukken jullie een 2 in. Waarom denk jij dat, Sander? Ik denk dat het met voetballen te maken heeft. En enkelspel lijkt me niet dat erbij. En is dat wat jij ook denkt? Ik weet het niet. Nou, dan heb je gewoon goed gegokt, want hij heeft het heel goed gedacht. Die andere 2 zijn termen uit het voetbal en enkelspel niet. Dus het is goed voor allebei een punt. Welke van de 3 steden die ik nu ga noemen ligt niet aan zee? Katwijk, Scheveningen, Hoorn. Hoorn ligt wel dicht aan het water, maar niet aan zee. Dus dat is goed. Allebei een punt. Wat is een drieluik? Is dat een driedelig schilderij, een deel van een schip of het raam van een pakhuis? Beide drukken een 2 in, maar het had een 1 moeten zijn. Het is een driedelig schilderij. Niet goed. Dan ga ik even wijzen op wat hiernaast bestaat. Ik ga de vraag stellen en daarna ga ik er met Frans Engelsma over praten. In het aquarium zwemt een piranha. Ja, roep jij. En terecht. Maar hij blijft erin, hoor, denk ik. In welke rivier komt die roofzuchtige vis voor? In de Amazone, in de Mississippi of in de Nijl? Een 1 en een 3 wordt ingedrukt en het moet een 1 zijn. De Amazone is goed, de punt van Keijenborg. Voor ik de punten bekend maak, ga ik even met Frans praten. Hallo, we zullen maar niet aan je vragen of je hem er even uit wil halen. Want dat kan niet, hè? Kom een beetje dichterbij als je wil. Misschien best aan deze kant. Nee, dat uithalen gaat niet, want het zijn nogal dieren die scherpe tanden hebben. En hij neemt er meteen een vinger van je mee? Die kans zou wel bestaan, ja, als je je wat onhandig gaat behandelen. Ja. Er zijn ook, heb ik me wel eens laten vertellen, ik heb er ook een hele rare en nare film over gezien, vliegende piranha's. Bestaan die echt? Nou, vliegende vissen bestaan, omdat ze af en toe wel eens boven water uitvluchten. Maar een piranha is een echte zwemmer en die heeft niet van die grote borstvinnen om te gaan vliegen. Dus ik denk dat het een beetje de fantasie is geweest van de filmmakers. Hoe gaat dat nu bij de verzorging? Want ik kan me voorstellen dat je het voedsel op een andere manier erin krijgt. Maar af en toe moet toch dat aquarium eens goed schoongemaakt worden, moet je met je handen erin. Ja, gewoon met de handen en met de normale technieken om die vooruit schoon te maken. En omdat wij de dieren goed voeden, hebben we geen enkel probleem met de agressie. Dus je kunt er zeker van zijn als hij goed gevoed is, dat hij niet je vinger pakt? Nou, misschien in een kleine bak toch wel wat problemen. Maar we hebben in het aquarium bij ons op het park een hele grote bak, 5 meter of meer lang. En daar moet ik eerlijk zeggen, buiten openingstijden gaan de verzorgers wel eens in zwembroek het water in. Aan de ene kant de verzorger om schoon te maken, aan de andere kant de hele school piranha's. Dus het valt best mee. Ja. Trouwens, je had het over die vinger die dan heel moet blijven. Ik heb, omdat het bij een levende piranha moeilijk te zien is, ik heb een gebitje meegenomen. Mm-hmm. Om toch te laten zien dat het een erg goed gebit is. Het meeste zit inderdaad achter die kaak verborgen. Maar het is een vrij groot gebit, dat moet ook een grote vis geweest zijn. Die we hier hebben zitten in het aquarium, die zijn nog vrij klein en jong. En wat we in het aquarium in de oude hand hebben, dat is dan een vrij grote piranha van een centimeter of 25. En daar is dit gebit van afkomstig. Dat is ook ongeveer de grootte die ze volwassen kunnen bereiken. Ja, ja. Tanden zijn zeer gepunt, hè? Uitermate. En je kunt je voorstellen, als je dan een stuk of 1000 piranjes hebt, dat is natuurlijk een prachtige opruimdienst in het water. Want dat is eigenlijk hun functie. Ja.
Nou, ik geef je weer terug. Bedankt voor al die uitleg. Hou ze in het water toch, zou ik zeggen. En blijf ze goed voeden, hè? Dat zullen we inderdaad doen. Gaan wij eens even naar de punten kijken. Voor Horst in deze ronde 3 punten en voor Keienborg maar liefst 5. Ze zijn om allerlei redenen heel veel in het nieuws geweest de laatste tijd. Ze zijn sinds ze bestaan eigenlijk al in het nieuws, want ze hebben succes. En als je in de muziek zit en je hebt succes, ben je in het nieuws. Maar ze doen allerlei dingen de laatste tijd die de kranten halen. En ze zijn hier drukwerk. Opgestaan, ik was ten einde raad. Ik heb lopen zoeken in huis, ik heb lopen zoeken op straat. Maar is mijn petje, ben mijn petje kwijt. En in de middag ben ik naar de kroeg gerend. Toen ik zag, liep ik door het hele etablissement. Maar is mijn petje, ben mijn petje kwijt. Ben ik naar de avondbuurt gegaan, waar alle lichten rood zijn en waar alle deuren open staan. Maar in mijn petje, ben mijn petje kwijt. Aan rode riek gevraagd en elke schele leen. En Willem met het houten oog en Elis met de glazen been. Maar in mijn petje, ben mijn petje kwijt. Vriendin, je krijgt mijn laatste duit, maar laat me hier niet langer pijgen. Ik hou het niet meer uit, ben in mijn petje, ben mijn petje kwijt. Al 3 uur in een dag naar de kerk gegaan, ben voor het beeld van Sint Antonius van Padua gestaan. Ben in mijn petje, ben mijn petje kwijt. Antonius zei dat is een reuze mop. Je hebt veel te veel gedronken, want je bed stopt je kop. Daar is je petje, daar is je petje. Zeg een gebedje en zet je petje af. Wie had nou toch ooit kunnen denken dat jij nog eens een lied zou zingen over iemand die zijn petje niet op had, hè? Ja, nou, hij was hem vergeten. Ja. Hij was hem even kwijt. Had hem dus niet op. Ja. Jij hebt hem altijd op, hè? Weet je van wie dat liedje is? Ja, zeker weet ik dat. Dat werd gezongen door Wim Sonneveld. Ja, ongelooflijk, hè? En jullie zingen een... Nou, waarom ongelooflijk? Nou, ik heb... Toen wij dat liedje hoorden en we gingen dat opnemen, toen dachten we, nou, dat is haast voor ons geschreven. Ja. Maar... om het petje? Ja, om het petje. Ja. Dat is toch toeval? Maar... Jullie zingen een heleboel liedjes die door Wim Sonneveld werden geschreven. Die zijn heel verschillend van onderwerp en aard. Ja, dat is waar. Waarom zijn jullie dat gaan doen? Uit waardering voor Wim Sonneveld. En we dachten, het is leuk, zoals nu worden hun ermee geconfronteerd. Dus het is prachtig, toch? Hadden jullie dit liedje ooit eerder gehoord voordat zij het gingen zingen? Nee. Nee, hè? Nee. Krijg je nou reacties van, want jullie treden ermee op in theaters, dat is ook al nieuw. Krijg je reacties van hele jonge mensen, zal ik zeggen, van hun leeftijd of ietsje ouder, die dat voor het eerst horen? Ja, en die vinden het heel mooi. Vooral ook omdat de arrangementen zo in deze tijd geplaatst zijn. En wat zeggen de mensen die het mooi vonden, zoals Wim Sonneveld het zo? Die hebben met sommige stukken moeite, maar dat mag ook. Want ik hou ook van Wim Sonneveld. Jullie doen het duidelijk als eerbetoon, hè? Ja. Jullie treden weer op in theaters, dus niet meer bijvoorbeeld in danslokalen zoals je veel deed. Nou, dat doen we ook nog. Nu ook nog, maar als je dit dus doet, dan ben je ook een beetje een conferencier, heb ik begrepen. Iemand die het aan elkaar praat. Ja, dat hoort erbij. Hè. Nou doe ik dat meestal ook bij gewone optredens, ook dat ik het aan elkaar babbel. Maar dit zijn iets wat langere verhalen en het gaat dan ook specifiek over iets. En dat is heel leuk om te doen. Ik wist niet dat ik dat talent had. Zo zie je mij. En daarna, wiens liedjes ga je dan zingen? Weer eigen werk hoor, gewoon. Ja. Ja, hoor. Dus het is maar een uitstapje? Hè? Het is even een uitstapje en dat wordt niet altijd gewaardeerd in Nederland. Maar in ons geval pikt het publiek voor goed op. Goed zo. Eens even kijken wat jullie allemaal van ze weten. Dat liedje kende je niet, daar ga ik ook niet over vragen. Maar Horst, denk goed na. Hoeveel jaren bestaat de groep Drukwerk? Het is 2 keer de helft, hè, dat weet je. Het is 2 keer de helft? Ja, en de helft is 4. Ik begrijp er niets meer van. 8,
Omdat dat 2 keer 4 is? Ja, ik zou hem nu eigenlijk moeten ontslaan, maar ja, dan doet hij weer rare dingen bij ons. Dus dat doen we eventjes niet. Het is goed hoor, 2 punten. En Keienborg. Dit is heel makkelijk hoor, dat hoeft hij niet eens voor te zeggen, denk ik. Welke stad wordt door drukwerk het meest bezongen? Amsterdam! En waarom doen ze dat? Omdat ze daar vandaan komen. Ja. Zo is het. 2 punten. Ja. Nou, we laten het niet bij woorden. Je moet het ook maar even doen, hè? Hey Amsterdam, ga je zingen? Ja. Met z'n allen. Ik ben in Amsterdam geboren, 3 jaar achter op de Bloemgracht. Waar je in je nest kon horen, als buurman Ellie maakte zijn nas. De straten waren om te spelen, we zwierden weer door de hele stad. We geloofden nog een eerlijk delen, we jatten appels op de markt. Hey Amsterdam. Zeggen dat je bent veranderd. Hey Amsterdam, je kan geen goed meer doen. Maar wie dat zegt, is geen Amsterdammer. Want Amsterdam, je bent nog net als toen. En kom je terug na 11 jaren, dan zeggen ze moken. Dat is dood, maar ik geloof niks van die verhalen als ik zo door de stad loop. De kooplaar staat nog steeds te katten, de nieuwe dijk terugurde nooit. Ik zie een jochie appels jatten, nee Amsterdam verandert nooit. Op zondagmiddag aan de wallen. En als je langzaam liep, dan zag je mee. Oh, dan valt er met z'n allen de stoofstichting 10 keer op en neer. En zondagavond was het knokken. En hinderde niet de gewin. Tot de politie dan kwam fokken. Dan vochten we wel tegen die. En hey, Amsterdam. Ze zeggen dat je bent veranderd. Hey Amsterdam, je kan geen goed meer doen. Maar wie dat zegt, die is geen Amsterdammer. Want Amsterdam, je bent nog net als toen. Die dronken vent die in partiek lag. En mijn ma die dorst in naar hem toe. Mijn pa vroeg of hij zo ziek was, zei nou nee, alleen maar moe. Dus zoveel is er niet veranderd, een junkie ligt in een portiek. En naast me vraagt een Amsterdammer, hey, is hij nou moe of is hij ziek? Hey Amsterdam, ze zeggen dat je bent veranderd. Hey Amsterdam. Je kan geen goed meer doen, maar wie dat zegt, die is geen Amsterdammer. Want Amsterdam, je bent nog net als toen. En als jullie nog eens in Amsterdam zijn, je hoeft niet bang te wezen hoor, want wij zijn er ook. Wat vreemdelingetje, junkiesje rellen, ons maken ze ermee niet bang. Ze kunnen ons nog meer vertellen, door het allemaal bij Amsterdam. Hey Amsterdam, ze zeggen dat je bent veranderd. Hey Amsterdam, je kan geen goed meer doen. Maar wie dat zegt, die is geen Amsterdam. Want Amsterdam, je bent nog meer. Ik ben nog net als toen.
kunst en vliegwerk. En nou denk je thuis, ja, dat is makkelijk. Ze hebben net gezien wat waarop moet. Nee, die borden hebben laten staan. Ze staan nu op een andere weg met andere borden. Ga je gang. Nou, er werd hard gewerkt hier. Jullie hebben er een vaart achter gezet. Even kijken of dit goed is. Hospitaal. Nee, die is niet goed, want dit is een woonerf. Die had daar gemoeten, dus die is niet goed. Deze stond er al. Hè? Nee, die heb je ook gedaan. Nee, nee, overstekend groot wild. En die is wel goed. Dat is er één. Die stond er al. Dan hebben jullie die erop gedaan. Voetpad, die is goed. Dat zijn er dus twee goed. Die stond er. En die hebben jullie gedaan. Doodlopend weg, die is ook goed. Drie. En die stond er al. Drie aan deze kant voor Keienborg. Ga ik even naar Horst toe. Tjoh, we moeten een eind lopen. Jullie bent makkelijker met je wagentje. Even kijken hoe het hier zit. Woonerf is goed, dat is er één. Overstekend wild is goed, dat zijn er twee. Hier is het hospitaal, dat is drie. Die is ook goed. Die is ook goed, de doodlopende weg. Oh, die heb je niet gedaan. Maar deze wel, wat eerlijk. Verbod stil te staan is ook goed. Dat zijn er vier. En verboden in te rijden moet dit zijn. En is het ook? Vijf. En zes. Nou, ik tel niet eens meer. Jullie hebben het breed, lang en breed gewonnen. Vijf punten voor Horst en drie voor Keienburg. De laatste keer meesterwerk vandaag. En dat zijn de meesters zelf. Saan Klaassen, basisschool Meulenveld, Horst. Piet Gerritsen, Keienburg. Daar komen de vragen. Als je rijbewijs verlopen is, betekent dat dat je niet meer mag rijden? Dat je nog één jaar mag rijden met het verlopen rijbewijs en dan moet je het nieuwe hebben? Of dat je opnieuw examen moet doen om een nieuw rijbewijs te krijgen? Zo is dat. Je mag meteen niet meer rijden. Dus allebei een punt. Eén moest het zijn. En er dus altijd voor zorgen dat het ook niet verlopen is, dat rijbewijs. Een rekensom. 8 maal 1199 is dat. 9582, 9592 of 9682. Ik heb het langzaam gezegd, maar voor ik uitgesproken was, hadden ze al twee ingedrukt. En dat moest het zijn. Allebei een punt. Heel goed. De volgende vraag verschijnt hier nu achter me. Kinderen tot 12 jaar mogen op de voorbank van een auto zitten, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. In één van de drie tekeningen is aan die voorwaarden niet voldaan. Is dat het geval in tekening nummer 1? Of is niet aan die voorwaarden voldaan in tekening nummer 2? Of is dat het geval in tekening nummer 3? Eén en drie is ingedrukt. Op één zit baby op een voorbank in een zitje. Dat mag, mits die is goedgekeurd, dat zitje. Op twee zit een kind op de voorbank met een heupgordel. Dat is goed. Op drie zit een kind op de voorbank met een driepuntsgordel. En dat mag niet. Dus drie is fout, dus drie is in dit geval goed. Een punt voor Keienborg. Wie was in Nederland het einde van de vorige eeuw wereldkampioen wielrennen? Was dat Piet Moeskops, Jaap Eden of Kees Pellenaars? 1 en 3 drukken ze in, maar 2 moet het zijn. Jaap Eden. Dat was in 1894, 1895. En vreemd genoeg is er in Amsterdam nu een schaatsbaan naar hem genoemd, terwijl hij wielrenner was. Welke van de drie die ik ga noemen is een ruimtestation? Saljut, Apollo of Sputnik? Eén en twee wordt ingedrukt. 2 is Apollo, dat is een ruimteschip naar de maan. 3 is Sputnik, een kunstmaan, en 1 is goed. Punt voor Keienborg. En meester Piet uit Keienborg knikt ook steeds zo bij het zeggen van natuurlijk is dat goed. Zeker vaste zaak. Wie heeft dit jaar, dat is makkelijk hoor, het boekenweekgeschenk geschreven? Renate Rubinstein, Mies Bouwhuis of Marga Minko? Eens kijken of ze het helemaal niet zo makkelijk vinden.
En de man die steeds knut, ja hoor, drukt het nu fout in. Want het moet 3 zijn, Marga Minko, punt voor Horst. De glazen brug heet het en een heel mooi boek is het ook nog. De punten. 3 voor Horst en 4 voor Keienborg. En Keienborg gaat meteen door met het toneelstukje te spelen. En ik haal nog even de opdracht terug in de herinnering. De Gulden Middenweg bewandelen. Ik heb je lievelingsbloemen meegebracht. Oh, wat lief van je. Ja, je moest ze snel in de vaasje zetten, want ze verdorren zo. Ja. Knutsel. Ik heb een verrassing. Helemaal kapot. Smurven, willen jullie even luisteren? Hé, hey, Leila, wakker worden. Ik heb groot smurvennieuws. Ik heb ze net een telefoontje gekregen van klasse Smurf. Mogen we meedoen? Heb je goed geraden dan, Smurf? Yeah! Waar moet een heel stuk over gaan, grote Smurf? Dat weet ik niet. Dat moeten jullie zelf maar uitsmurven. Over slapen? Nee, over brillen. Ik laat het over eten doen. Is veel lekkerder. Of over liefde. Zullen we het over grapjes maken dan? Dat is pas leuk. Stop, stop. Wat dachten jullie van wijsheid? Nee, maar. Over schoonheid? Ja. Nee. Laten we in groepjes proberen uit te vinden waar we toneelstuk over zullen doen. Ja, oké. Kom, Luilak. En zo gaan ze in groepjes overleggen. Hoor eens wat ze zeggen. Dat moet je weten. Het gaat over liefde en eten. Grote Smurf. Wat is dat? Zullen we het over lief eten doen? Nou, dit is een goed idee. Hebben jullie nog wat anders? Ja, laten we doen dat moeder een rode auto wil kopen. En vader een blauwe. Dan een paarse auto wil. Ach nee. Of dan maar laatst is veel leuker. Dat de ene een rode wou en de andere een witte. En toen werd het later een roze. Ach, jij altijd met je rammelaars? Ik haat rammelaars. Daar word ik altijd wakker van. Nee, laten we doen dat Smurfin en Poorten gaan trouwen. Als ze kinderen krijgen met een roze rammelaar. Als ze het eten gaan met een paarse auto. Wat vinden jullie daarvan? Ja. Zullen we daar het toneelstuk over doen? Oké. Okay. Laten we maar gaan oefenen. Hand in hand, door het Smurvenland. Met een roze rammelaar in hun hand. Met een paarse auto door het land. Hand in hand, door het Smurvenland. Hand in hand, door het Smurvenland. Dat was de tweede werk in uitvoering, dus we kunnen gaan jureren. En wie hebben we hier? Een echt werkelijk goede oude bekende van klassenwerk. Marian Berk. Hey! Weer een beetje thuis, hè? Na zo vaak jury dit geweest te zijn. Nou, barst maar los, want ik zie een papier vol aantekeningen. We beginnen met de Meulenveldschool, hè? Waar zitten jullie? Daar, in het roze. Ja, daar zitten ze. Uit Horst. Nou, jullie hadden ontzettend je best gedaan. Er werd heel temperamentvol gespeeld, vond ik. Maar daar werd doodstil bij gestaan. Dat vind ik altijd zo jammer. En ik vind ook het onderwerp, die verkeersveiligheid. Ik had gehoopt dat ik ontzettend veel bloed op het decor zou zien. Hou je daarvan dan? Nou, in zo'n geval wel, ja. En auto's die de bocht uitvlogen en zo. Ze hadden er wel heel serieus over nagedacht. Maar ik vond het een beetje braaf. Maar wel heel erg de best gedaan. Ja. En ik wou er een 7 voor geven. Nou, dat is een heel mooi 7. Komen we bij Keienborg, die we daarnet hebben gezien. We staan nog een beetje tussenin. Ja, dat is reuze blauw. Heel blauw, ja. Heel blauw, maar het zag prachtig uit op de monitor.
klopte heel mooi, die kleuren, het zag er heel prachtig uit. En ze hadden ontzettend veel fantasie gebruikt om te verbergen dat ze eigenlijk niet genoeg fantasie hadden om het onderwerp goed in beeld te brengen. Maar dat vond ik toch heel verdienstelijk, want dat is natuurlijk ook knap. Ja. Als je niet zo goed raad weet met je onderwerp en je gooit er dan al je fantasie tegen. Dat was ook best een moeilijke opdracht die we hadden gegeven. Ja, he? Ja, de gulden middenweg bewandelen. Ja, moeilijk, heel moeilijk. Ja. Maar dat is knap gedaan, daar wil ik ze een 8 voor geven. We naderen het einde van klassenwerk, maar Horst moet eerst muziekwerk nog spelen. En we gaan het meteen doen, hè? Welke twee platen hoor je hier? Wie gaat het zeggen? Bangles met Manic Monday en Erik Missie met Zonder Jou. Je hebt het Engels ook zo mooi uitgesproken. 2 points. Nou, ik hoef niet te vragen wie de muziekexpert is, want de accordeon die valt al op. Doe je best bij Tony Eijk, hij heeft het zelf ook gespeeld, dus extra je best doen, hè? Nou, dat is heel netjes. Dan doet ze boven het klepje open zo. Heel goed. Anders krijgen we er geen geluid uit. Speel je lang accordeon? Valt wel mee. Dat valt wel mee. 20 jaar? Nee. Nee? Zeg eens hoe lang je accordeon speelt. Dus tweede leerjaar. Tweede derde jaar? Nee, tweede leerjaar. Oh, tweede leerjaar. Oké, goed. Ik begin wat doof te worden. Daar gaan we. Niet zenuwachtig zijn. Hè? Oké, kom maar. 1, 2, 3, 4. Netjes je best gedaan. Je zat zeer ernstig te kijken, dat was niet nodig hoor. Het enige wat ik even wil zeggen, dat je nog even rekening moet houden met je ballenvoering. Dus dat je toon niet heen en weer, je ballen niet heen en weer haalt op 1 toon. Hè. Als het 4 tellen is, 4 tellen uittrekken, dus niet 2 tellen uittrekken, 2 tellen induwen. Maar je hebt het uitstekend gedaan, 7 punten. Dat maakt met de 2 die ze hadden een totaal van 9 punten in muziekwerk. We zijn weer terug bij Gekkenwerk, maar nu zijn de borden klaar. Als jullie hem nou zo ophouden en op blijven houden, nee zo, dan kunnen ze hem thuis goed zien en jullie een beetje schuin, zo. Zo, heb je hem? Dan ga ik het jurylid voorstellen. Het is iemand die bij Veilig Verkeer werkt natuurlijk. En die zich vooral bezighoudt met de reclame en de begeleiding van Veilig Verkeer op scholen. Dus die is hier helemaal op zijn plaats. Hij heet Bertel Bertelsen. Nou, we hoeven het niet zo erg te hebben over, over verkeer praten op school. Want eerder in het programma heb ik al gehoord dat zij op school daar zeer veel aan doen al. Dus we moeten het maar eens over die borden gaan hebben. Hè? Waar beginnen we? Ik wil eerst even zeggen, Hans, dat jouw opdracht aan de kinderen was... maak iets wat je zelf betreft. En nou, waarvan je vindt dat het er moet komen. Dat heb ik gezegd, moet komen, ja. En ik had gedacht, die kinderen die bedenken echt iets wat met fietsen of met voetgangers te maken heeft. Ik vind het jammer dat ze nou allebei... de scholen voor de auto hebben gekozen. Maar ik heb gezegd, ze mochten kiezen wat ze wilden. Hè? Ze mochten kiezen, ja. Maar ik wilde het er toch eventjes zeggen.
Hier beginnen bij Keienborg. Ja, Keienborg. Dat is de Bernardenschool. Ja. Die geef ik een 7. Maar vertel er eens wat van, want ik vind het een mooi ontwerp. Ja, het is een mooi ontwerp, maar de loodvrije benzine... dat is niet echt eigenlijk een verkeersbord, hè? Dat is meer een aanwijzing, een informatie. Maar bedoel je ermee dat de lege vaten daar neergezet moeten worden of zo? Nee, het is een weg en daar mogen alleen auto's die op loodvrije benzine lopen inrijden. Oh, dat bedoel je? Ja. Ja, nou dat is een goed doel eigenlijk, ja. Ja, dat, zo had ik niet begrepen. Blijft een 7? Het blijft een 7, ja. Gaan we naar Horst, aan deze kant. Dat idee van de spookrijders, alhoewel het auto's zijn, ja, dat vind ik toch een erg goed idee. Ja. Want je begrijpt, dat is een groot gevaar. Dat komt ook heel veel voor. Dus dat ze daaraan gedacht hebben en dat ze daar een iets leukere uitvoering voor hebben bedacht. Want het bord vind ik op zich erg leuk. En ja, daar ook... moet ik even bij zeggen, misschien dat je de film niet kent. Want jullie hebben Ghostbusters genomen. Er is een hele populaire film van vorig jaar die over geesten ging. En het knappe vind ik, want toen ze hier kwamen wisten ze niet welke opdracht ze zouden krijgen. Dus ze kunnen het niet bedacht hebben. Dat ze het uit hun hoofd, zonder voorbeeld, heel goed nagetekend hebben. Je herkende meteen de Ghostbusters. En dat is echt heel knap. Ja, dat is heel knap. Wil me nergens meer bemoeien, hoor. Nee, maar het is ook een echte... Het is een verbodsbod, hè. Nee. En dat hebben ze ook goed gekozen. En daarvoor geef ik een 8. Hartelijk bedankt. Dat betekent dat we met al deze punten de totaalscore, de eindscore kunnen gaan bekijken. Want dit was het laatste onderdeel waar punten voor te vergeven waren. En hier in de studio hebben ze het al kunnen zien, maar jullie thuis nog niet. En het is een fikse score van beide scholen geworden. Want de Sint-Bernardenschool uit Keienborg is tweede geworden met 46 punten. En winnaar van deze klassewerk, de Meulenveld uit Horst, met 50 punten. Ja, er wordt druk gezongen. Nou, zing maar door, praat er wel overheen. Want we zijn aan het einde van klassenwerk en ze staan nog steeds aan kop. De basisschool, het Gegraven het Valkenswaard, die deden mee in de tweede uitzending van dit seizoen. Dat was in november. En die scoorde toen 52 punten en dat is nog niet geëvenaard. Ja, we hebben er twee met 51 punten inmiddels en vandaag een hele goede met 50. Maar ze staan aan kop en er komt nog één klassenwerk, dus het wordt reuze spannend. Zorg dat je die niet mist over een maand. Tot dan. We'll be right back.